Goedemorgen! Het is vandaag zondag, zo ik moest even nadenken. En wij zijn nu al op pad in het busje. We hebben een busje. Dus Nesim heeft een busje. Shout out naar Fiat Nederland. Ze hebben het ons gezegd. Nesim heeft een busje gepikt, want wij gaan vandaag over heel Nederland kerstpakketten uitdelen. We gaan eigenlijk langs vier mensen, hè Nesim? Ja. Hoeveel gezinnen? Kijken. Ja, in principe drie gezinnen en één baby. Ja. We gaan allemaal langs en we hebben de adressen gekregen. En dan bleek dus echt dat ze totaal niet in elkaars buurt woonden. Ja. Dus wij moeten letterlijk door heel Nederland. Maar ja, wij maken het lekker gezellig. Ik heb mijn kersttruitje aan. Dus ik ga zo ook een foute kersttrui halen bij de Ethos. En Honey komt zo ook mee. En zij brengt kerstmoedjes mee. Dus we zitten echt helemaal in die kerstvibes. En dan gaan we starten. Gaan we gezellig. De hele dag rijden. 5 uur. Wordt nog een leuke vlog. Maar wat ik wel ga doen voor jullie is gewoon elke keer als we langs iemand gaan, gaan we even kort het verhaal doen, zeg maar. Die wij hebben toegestuurd gekregen via DM. We houden iedereen wel anoniem in, hè? Ja, we gaan ook helemaal niet filmen, helemaal niks. Maar het is misschien wel leuk om het verhaal te delen en dan jullie laten weten van waarom we er eigenlijk langs gaan. En ja, we gaan nu even snel honey ophalen. Gaan we een foute kersen van Nessie kopen en misschien ook even snel ontbijt en dan als eerst langs Schiedam. Ben je er voor ontbijt gaan halen hoor? Nee? We moeten gewoon gelijk naar het ziekenhuis. Oké. We gaan als eerst langs Schiedam. Vandaag ga ik trouwens dit beeld echt heel erg vaak zien, mij in de auto. Maar wat ik wil zeggen, ik had gisteren dus de comments uitgedaan op mijn video. Omdat ik gewoon zo prikkelbaar was en ik kon echt precies niks hebben. Ik had eigenlijk niet eens haatcomments ofzo. Het waren gewoon een beetje van die lompe comments. En ik kon gewoon niks hebben. Ik ging gewoon discussies aan mijn mensen en ik wou daar mijn tijd gewoon niet aan verspillen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon uit voor mijn eigen rust. Zeg maar sorry. Voor wat? Tegen mij. Waarom? Ik prikkelbaar ben. Jij was ook prikkelbaar tegen mij. Ik kan op sommige momenten... Scheet laten en het was al. Kan ik gewoon echt niks hebben? Al zeg je ja of nee, ik word gewoon boos. En nu ben ik Zenos en Essen heeft een kersttrui gehaald. Waarom doe je hem niet aan? Ja, oké. Ho, ho, ho! Ik ga stuk om jou. Zo mooi. Allah. 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 Hello. Christmas boy. Christmas boy. Ho, ho, ho. Jouw trui. Lelijk. Voordat we vertrekken gaan we even de DM voorlezen van degene waar we nu langs gaan. Volgens mij is het een DM van haar dochter, hè? Schoondochter. Schoondochter, okay, ja. Haar... Gewoon niet... voorlezen, maar dan ja. Anoniem. Nou, het is niet voor mij, maar voor mijn lieve schoonmoeder. Die vorig jaar kerst haar man is verloren en dit jaar haar eerste echte kerst zonder hem is. Eerste kerstdag zit zelf in het ziekenhuis, maar... Wat zou het leuk zijn als we haar kunnen verrassen? Ja. Dus ze is momenteel ook in het ziekenhuis. Eigenlijk mocht ze naar huis toe, maar volgens mij is er iets dat ze naar het ziekenhuis moest gaan. Ja. Dus we gaan even kijken of we haar in het ziekenhuis kunnen verrassen. En als het goed is, is haar schoondochter daar ook. En dat is Honey, hè? Ik ga stuk. Is het, op beeld ziet het er nog leuker uit. Op beeld ziet het er nog leuker uit. Je hebt kerstmuntjes voor ons, hè? Nee, heb je er nog ik eentje? Heb er jij die op, Nes? Ik vind dat jij die op moet. Jij bent de kerstmuntje. Ik heb met mijn haar echt goed nee, gedaan. Nee, jij bent de kerstmuntje. Nee, alsjeblieft, doe jij maar. Oh. Ja, maar weer. Okay. Als je haar goed. Ja, ik heb mijn haar ook goed. Ja, maar nee, bij mij kan het niet eens. Jawel, ik wil een klein stukje erop. Oh, dit is echt mooi. Zo leuk. Ja, leuk. Gewoon leuk. Beetje krullen. Het ziet er niet uit. Het Vlietland ziekenhuis. Oh, dat is hierachter. Trouwens, onze bus. Hij is echt vet groot. Die is grote bus. Wij zijn net langs de eerste gegaan. Dat ging best wel snel, toch? Ja. En dus ik ging even snel uitleggen waarvoor we hier kwamen. Want die vrouw was helemaal niet van op de hoogte. Want de schoondochter, zie je? Ja, we gaan de schoondochter. Helemaal weg. De schoondochter had het geregeld voor haar. Ze hadden dus eigenlijk als verrassing bij haar, dus ze schrok er een beetje van, denk ik. Oh, wat leuk! En Nesim zei, ja, ik ben een bekende jongen. Oh, oh! Ik ben een bekende jongen. Stel jezelf voor als een bekende jongen. Oh, anders denkt ze wel, wie is deze asielzoeker die hier langs komt? Wat doe je? Jongens, wij zijn nu onderweg naar Gorinchem. We gaan denk ik onderweg nog wel even stoppen om iets te eten, want ik val bijna om. Echt op de trek. En daarna rijden we gewoon even snel door. Even snel in de auto wat eten, denk ik, hè. We hebben dus ook wat tijd. Nesim heeft echt een schema
gemaakt. Wij zijn nu bij de tank aangekomen. Oh, ik moet even de deur dicht doen. Helemaal nat. En we gaan nu even een ontbijt scoren. Oh, wij hadden een trek, jongen. Dus we hebben net ontdekt dat Nessim best een lekkere tiet, zo bij de tepel. Ik denk dat mijn tiet mijn buik ook hier. Een lamp heeft, hoe dan? Maar gaan ze... En bij je navel en bij je andere tepel. Ik ga een stuk, maar ik weet niet hoe ze aangaan. Ik ga nu even de DM voorlezen van de tweede. Ja, de vraag was dus bij wie moet ik langskomen. En ze zei bij mij aan mijn twee kinderen, want ik een alleenstaande moeder ben geworden. En er is ook nog een baby op komst. Oh. Die niet meer lang op zich laat wachten. Dus alles doe ik alleen maar probeer zo goed mogelijk voor mijn kinderen. Oh. We hebben haar andere soort boodschappen gedaan. Echt ja. Heel veel voor de kinderen en ook voor de baby's. Voor dat nieuwe... Ja. Oh shit, ik moest naar rechts. Je kan hier niet keren, we doen door. We hebben net de boodschappen bezorgd daar en dit was wel echt heel erg leuk. Dat is leuk, hè? Ze had twee zulke schattige kinderen. Ook heel beleefd. Niet normaal. Die meisje ging zichzelf zo voorstellen. Heel mooie kindjes ook, echt. Ze waren echt super lief en ja, dit was wel echt leuk. Ja. Oké, wij gaan nu naar nummer 3. De volgende persoon heeft haar nicht opgegeven. Ja. Het is haar eerste kerst zonder haar moeder. Dus zij verdient iets extra's. Ze heeft het heel zwaar genoeg na het verlies van haar moeder. Twee broers, plus ze heeft ook nog een autistische vader. Ik wil dat ze een fijne, gezellige en leuke kerst heeft met de familie. En met deze tas vol boodschappen kunnen ze er een heerlijke kerstdiner van maken met heel de familie. Dat is wel leuk. Ah, superleuk. En waar is het? Eindhoven, hè? In Eindhoven. Wij gaan nu naar Eindhoven, van Gorkum naar Eindhoven, ongeveer 50 minuutjes. We zijn weer gestopt bij de tank, ondertussen ben ik wel echt moe geworden. En ik ben zelfs even in slaap gevallen. Dus ik ga even iets lekkers voor mezelf halen bij het tankstation. En even snel naar de wc. Hier in de buurt zijn er echt weinig. Ik ga plassen. Toiletten. Moet je ook? Ja. Wanneer je jezelf aan het filmen bent terwijl je naar de wc gaat. Heb je wel munt? Nesje, heb je munt gehad voor of? Ik heb al even. Oké, doei. We hebben een beetje zoetigheid gehaald van de tank. Wacht even. Zo. De auto is aan het flippen. En ik dacht van we gaan nu dus naar de laatste persoon. En misschien een goed idee als jij de DM voorleest. Ja, laatste persoon. Isabel, even kijken hoor. Deze heeft ook andere soort boodschappen. Die krijgt andere soort boodschappen van ons. Deze zegt, hey Nissim, ik zag je Insta-story en dacht gelijk aan mijn lieve moeder. Ik woon al zo'n 3 jaar niet meer thuis, maar ik kan altijd bij mijn moeder langskomen en ook zeker om te eten. Mama kookt heel lekker. Ze is al 1,5 jaar bezig met afvallen en ze is nu al zo'n 30 kilo kwijt. Ik ben onwijs trots op haar. Ze leeft van een uitkering omdat ze chronisch ziek is. Ze heeft niet veel budget, maar eet altijd gezond. En ja, gezond eten is duur. Ik weet dat ze onwijs blij zou zijn met de lekkere gezonde boodschappen. En ik gun het haar heel erg. Ze is voor mij de belangrijkste vrouw op de wereld. Kusje. En ik hoop dat ik mijn mama blij kan maken. Super lief. Super. En wij hebben dus voor haar heel speciale boodschappen gedaan. Echt heel veel gezonde dingen er ook een, voor kerst. Ik heb een foto gezet van de moeder, want die houdt natuurlijk privé. Ja. Laten zien. Maar ze heeft maar een foto laten zien. Hier, want kijk hoe die moeder before is before en after. Echt zo, wow. Perfect. Echt helemaal in het noorden van Nederland. Dus dat is nog best wel een eindje rijden. Hoe lang rijden nog, Nes? Nog anderhalf uur. Nog anderhalf uur en dan moeten we ook daarna nog terug. Dat wordt nog wel even een heel eindje. Ik hoop dat we daar lekker kunnen eten. Ja, maar ik ga even snel suiker naar binnen werken, want ik val de hele tijd in slaap. En weet je wat het is? Als je aan het rijden bent, heb je nog een soort van bezigheid. Maar als je zo ernaast zit, of daarachter. Met karamak. Oh ja. Karamak. Kijk wat zij heeft gekozen. Ik zei het gewoon. Dit is echt zo'n reep voor alle mensen. Ik kan me herinneren dat mijn oma uit Irak die nog had. Wij zijn alweer, even kijken hoor, hebben we hier een lampje? Ja, wij zijn alweer bij de laatste mens geweest. Heel gezellige, leuke mensen. Oh, dat was een moeder met een dochter. En die dochter had de moeder dus verrast. Was echt super leuk. Super gezellig huis. En ze hadden echt heel mooie kat ook. Oh, die kat was zo mooi. We zijn eigenlijk nu alweer klaar. En kijk hoe donker het alweer buiten is. Midden in Friesland. En we gaan nu eigenlijk op zoek naar een eettentje hier in de buurt. En dan richting Rotterdam. Het is ook trouwens heel hard aan het regenen nu. Ik hoop dat ik een beetje wakker blijf vandaag. Was het leuk om? Vond je het leuk met ons? Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik licht gewoon hier.
Zien jullie honey? Vond je het leuk, Nessie, vandaag? Maar ik krijg er gewoon een warm hart van, ik zweer het. Ik vond echt, ik wil hebben gezellige mensen net. Ja, man. Oh, ik werd bijna zelf gewoon emotioneel. Ja, die moeder werd, ging soort van bijna huilen en zo. Ik dacht van mezelf, alsjeblieft niet doen, want je gaat het breken, man. Ja, die moeder was echt emo geworden, want haar dochter haar had verrast. Vond ik echt lief. Ja, super lief. We zag er echt goed uit, man. Zoals de 32 knappen gevallen. Wel een leuke dag vandaag, ik vond echt leuk. Box. Honey, box. Ik sta altijd voor schud. When the vlog doesn't. Ik was net gaan filmen, maar had niet opgenomen. Maar ik wil jullie even mijn hulpmiddel laten zien. De laatste tijd eet ik altijd voordat ik het film. Want ik heb gewoon te veel trek de laatste tijd. Nou, inmiddels een bijna lege bord sushi. Kipspiesjes, salades, net zo meer verkeerd besteld en er komt nog meer aan. Ja? Ja, ik heb meer besteld. Net zo heeft ontdekt hoe zijn lampen aangaan. Oh, bitches! Normaal! Oh my god, nou is hij nog leuker. Nou is hij nog leuker. Nou is hij nog leuker. Jongens, ik kom er net achter. Deze trui heeft lichtjes, man. Dit is echt een hele foute kersttrui. Maar eerlijk, hoe hard is die? Hij is leuk, hè? Het is alleen voor de vlog, hoor. Normaal mag ik nooit van haar eten. Is lekker? Ja? We zijn aan het rijden nog steeds. En Nessie heeft nog steeds zijn lampjes aan. We hebben Honey net afgezet. We zijn echt kapot, jongen. Wat een dag. Maar de tank staat nu echt letterlijk op 0 kilometer. Dus we gaan naar het dichtbijzijnse tankstation. En dan gaan we even bijtanken. Als die erin. Het was echt een geslaagde dag, man. Dat is leuk, hè? Ja, echt leuk. Ja hoor, we hebben het gered. We hebben het gered. We zijn inmiddels lekker thuis. We zijn erg moe. We gaan lekker... Zou op de bank zitten, lekker chillen, lekker slapen. Misschien nog een kerstje om te kijken. Ja. Niet? Ja. Gaan we maken een lesje. Nou jongens, ik wil mijn vlog afsluiten.